Welkom allemaal. Mijn naam is Nick de Jong, ik ben van Ito Daaldrop. Ik ben daar verantwoordelijk voor de renewable business, oftewel in gewoon Nederlands de warmtepompenverkoop. KPN heeft mij gevraagd om te vertellen welk businessprobleem zij bij ons hebben geholpen op te lossen. Dus dit gaat niet over alle bits en bytes en hoe we dat technisch georganiseerd hebben, want dan hadden ze echt iemand anders moeten uitnodigen. Ik ga jullie even meenemen in onze reis en waarom wij onze producten connected aan het maken zijn. Als er vragen zijn, ik zou zeggen, stel ze gewoon tussendoor. Even een kleine introductie van Ito Daaldrop, want voor heel veel mensen is dat een onbekend bedrijf, terwijl wij in meer van de helft van de woningen met één of meerdere producten aanwezig zijn. Eén op de drie woningen heeft een Ito Daaldrop ventilatiesysteem, vaak zo'n mechanische ventilatiebox die ergens op zolder weggetimmerd ergens achter zit, dat je er vooral geen last van hebt. Eén op de twee keukenboilers in Nederland is van Ito Daaldrop. Dus dat staat ergens onder in een keukenkastje waar je ook niet voor je plezier gaat kijken. Ja, wat al helemaal onbekend is bij heel veel mensen, is dat wij marktleider zijn op het gebied van warmtepompen in de nieuwbouw. Eén op de twee warmtepompen op dit moment in de nieuwbouw is van Ito Daaldrop. En dit is voor ons ook de driver van de business case voor onze investeringen in IoT. En waarom dat is, dat ga ik jullie in 10 minuten uitleggen. Dit is een plaatje van een 15 jaar geleden. Daar zie je de eerste generatie van onze grondgebonden warmtepomp. Toen waren wij al bezig met de ontwikkeling van warmtepompen. En hebben wij voor een concept gekozen van een grondgebonden warmtepomp met een ventilatiewarmte-terugwinunit als optimale energieconcept voor een nieuwbouwwoning. Nou, waarom een grondgebonden warmtepomp? Nou, ten eerste, een warmtepomp is veel schoner en energiezuiniger dan een cv-ketel. En waarom een grondgebonden, waarom niet een luchtwater warmtepomp met zo'n buitenunit? Nou, heel simpel, het rendement van een grondgebonden warmtepomp is gewoon veel beter dan van een luchtwater warmtepomp. Ook dat is heel simpel. Wanneer heb je warmte nodig? In de winter, een luchtwaterwarmtepomp die haalt zijn energie uit de buitenlucht. Nou, in de winter is zijn bron koud. In de zomer is het precies andersom. Dan wil je huis koelen, terwijl juist de buitenlucht heel warm is. Nou, bij een grondgebonden warmtepomp helpt dit je juist. Want in de zomer wil je gaan koelen. Dan stop je de warmte van je woning in de bodem. En in de winter, dan heb je daar al die warmte zitten en kan je je huis van verwarmen. Dus het rendement over het hele jaar van de grondgebonden warmtepomp is gewoon het beste. Dus wij hebben dit concept een kleine 20 jaar geleden ontwikkeld. Zo'n warmtepomp is een veel complexer apparaat dan een cv-ketel. Dus die eerste units die moesten allemaal gemonitord worden. Dus daar hadden we een GPS-modempje en noem maar op. En dan konden de techneuten op afstand in de warmtepomp kijken wat er gebeurde. Heel belangrijk dat de bron binnen zijn paar meters blijft, et cetera, et cetera. Dus kleinschalig was dit een prima oplossing. En nu komen we bij het businessprobleem. Op een gegeven moment hadden we dus hier een heel mooi energieconcept. Wat gewoon aantoonbaar beter is dan wanneer je eigenlijk gewoon een cv-ketel in een woning stopt. Alleen we kregen het niet verkocht. Waarom kregen we het niet verkocht? Het is natuurlijk wel een duurdere product. Totale investering van een warmte-terugwinunit met een grondgebonden warmtepomp is toch wel een 1000 of 7 meer dan een cv-ketel. Nou, als je dat uit gaat smeren over een aantal jaren, dan is het aantoonbaar, zijn je maandlasten lager. Alleen als je in de Nederlandse woningmarkt kijkt, dan is die niet helemaal rationeel. In Nederland hebben we een tekort aan nieuwe bouwkavels. Dus als er ergens een kavel beschikbaar is, dan weet je eigenlijk op basis van de grootte en de ligging van het kavel eigenlijk al wat de prijs van de woning is. Dus voor een ontwikkelaar
De enige manier om zijn winst te optimaliseren is om de kostprijs laag te krijgen. Dus in Nederland bouwen wij eigenlijk wat volgens het bouwbesluit moet en niet wat er zou kunnen. Dus wij hadden daar een prachtig concept, maar we kregen het uitzonderingen daar gelaten niet echt massaal verkocht. Nou, toen is er iemand op het idee gekomen, we moeten dit gaan verhuren. Ja, we zijn er zelf zeker van dat het het beste concept is en dat je over de jaren heen de laagste maandlasten hebt. Dus waarom nemen we het risico niet zelf en we verhuren die installatie? De ontwikkelaar is blij, want het zit niet in zijn kostprijs. De bewoner is blij, want het maandlasten zijn onder de maandlasten van een traditionele cv-ketel oplossing. En wij zijn blij, want we konden het daarmee verkopen. Dus we hebben dat in een constructie gegoten waar we echt zo ver gegaan zijn dat we garanderen dat je een vast bedrag betaalt. En als dat de energierekening hoger is of wat dan ook, dat we dat verschil vergoeden. En daarmee ging dit concept daadwerkelijk vliegen. En op dit moment hebben we echt duizenden van dit soort leaseconstructies verkocht. Dus de conclusie, het product was eigenlijk goed, maar het ging om de garantie. Als je zoiets garandeert, hè, het is, als het stuk gaat of wat dan ook, het is ons risico, dan moet je het wel kunnen monitoren. Je wil weten of dat systeem goed draait, op tijd kunnen ingrijpen. En ook als er een conflict komt over de energierekening, dan wil je zien wat er gebeurd is. Nou ja, voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld de temperatuur op 25 graden zetten continu. Ja, dan verbruikt het systeem meer dan de prognose was. We hebben het nu over een jaar of 8 geleden. We deden dit alleen projectmatig. Één woning uitrusten met een soort PC-gateway. Elke warmtepomp die kreeg dan zo'n RF-doosje. En van de ene hopte het dan naar de andere woning. En zo hadden we monitoring ingericht. En op dat moment was dat een prima oplossing. De bewoner die kreeg allerhande inzage in wat er gebeurde in zijn woning. Bewust even een paar onduidelijke grafiekjes gekregen. Omdat we ook veel klachten kregen dat het allemaal niet heel begrijpelijk was. Hiermee, met dit concept, hebben we eigenlijk dat marktleiderschap in de nieuwbouwwoningen veroverd. Dus je zou denken, nou wat is het probleem? Gaat hartstikke goed. We hebben het over een periode dat amper iemand wist wat een warmtepomp is. Elk gesprek moet je 5 keer uitleggen dat het geen waterpomp is, maar een warmtepomp. Dat niemand daar eigenlijk mee bezig was. Hè. Tegenwoordig, als je krant openslaat, dan een en al discussies over klimaatakkoord van gas los en noem maar op, want dat was 8 jaar geleden nog helemaal niet. Maar in ieder geval, wij, omdat dit onze business is, zagen aankomen dat dit ging gebeuren. Dit was de forecast voor onze warmtepompenverkoop, dat die gewoon elk jaar is inderdaad aan het verdubbelen. Nu we productielijnen geopend, dat we maar vooral veel van die warmtepompen kunnen produceren. En nu kom ik op het probleem waar we dan ook de hulp van KPN en het LTEM-netwerk bij nodig hadden. Het team dat de monitoring verzorgde trok aan de bel. Want die zeiden van ja, het is leuk zeg maar dat we nu een paar duizend van die woningen monitoren. Maar als jullie dit echt gewoon in tienduizenden gaan doen. Ja, dat met dat hop, dat gaat zo vaak fout, dat is zo arbeidsintensief. Ja, dan moet je hier gewoon een bataljon mensen neer gaan zetten die gewoon continu overal naartoe rijden om het in de lucht te houden. Dus dit is helemaal geen schaalbare oplossing. Dus het monitoren wat we nodig hadden voor ons zeer succesvolle concept, bleek ineens een bottleneck te zijn in de groei. Dus toen zijn we teruggegaan naar de tekentafel, los van dat die warmtepomp helemaal verder doorontwikkeld is. Hadden we ook gewoon een aantal eisen met betrekking tot de monitoren. En een hele belangrijke was, we wilden gewoon dat elke warmtepomp individueel gemonitord. En dat je niet afhankelijk bent van een gateway die in één woning staat. En waar dan naartoe geholpen wordt, et cetera. Nou, goede indoor coverage was ook wel een dingetje, want die dingen staan niet altijd zeg maar, op de meest ideale plek wat dekking betreft.
bandbreedte, want we wilden ook steeds meer dingen ermee gaan doen. Het proces was ook altijd een hele administratie om van elke warmtepomp bij te houden waar die staat. En vooral de belangrijkste, het moet een schaalbare oplossing zijn. En daarvoor hebben we deze oplossing bedacht. We hebben een printje ontwikkeld, wat we Idiot noemen, Ito Daaldrop IoT. Dat gaat standaard in elke warmtepomp, gewoon in de fabriek er meteen in. We hebben een hele cloud-omgeving om alle data te verzamelen, want dat explodeert ook. En dat was ook de oude oplossing helemaal niet op berekend. En we hebben nu ook gewoon veel modernere dashboarden, zowel voor de bewoner, dat die kan zien netjes met kleurtjes of die binnen zijn parameters zit. Maar ook voor de woningbouwcoöperatie, die van een hele wijk bijvoorbeeld kan zien wat er gebeurt. En de servicepartij, vaak een installateur die het onderhoud doet, die met name de technische gegevens wil zien. En dit is een heel eenvoudig plaatje, maar dit is echt jaren bouwen geweest. De privacywetgeving, het hele access management, de ene partij mag dat zien, maar dat niet. Sowieso was dit een soort materie waar we natuurlijk als bedrijf dat goed was in warmtepompen, ventilatie, boilers, noem maar op, helemaal nieuw was. Dus in de research development afdeling zag je een clubje met lang haar en baarden en grote mokken en zo steeds groeien. Dat waren de jongens die zich bezig hielden met die met de cloud ontwikkeling. Maar dit hebben wij nu draaien en hiermee hebben wij ons succesvolle businessmodel eigenlijk veiliggesteld. Dat we dit echt kunnen groeien. En hier op dit printje zit een simmetje van KPN om de ontsluiting. En dat is het Lego blokje dat wij nodig hadden. Waarom hebben wij gekozen voor KPN? Om heel eerlijk te zijn, hebben we op dat moment niet een heel uitgebreid veldonderzoek gedaan tussen de verschillende oplossingen. Maar we hebben het hier over 3 jaar geleden of zo dat we die keuze maakten. En toen was KPN de enige partij die al hard een datum noemde van dan hebben we een landelijk dekkend netwerk. En dat was voor ons eigenlijk de belangrijkste reden om voor KPN te kiezen. Die hele veiligstellen eigenlijk van de groei van de warmtepompbusiness was voor ons de business case om al deze investeringen te doen. Doen we nou verder hier helemaal niets mee? Dat is niet zo. Ik vertelde net dat wij ook een grote speler in Nederland zijn met boilers, elektrische boilers. Wellicht ook allemaal meegekregen dat we best wel een uitdaging hebben in het elektriciteitsnet. Vroeger hadden we een aantal elektriciteitscentrales die netjes alles voorzien. Nu gaan we steeds meer op wind en zon leunen. Dat is de ene keer veel, de andere keer weinig. Dus dat netwerk dat raakt steeds meer, wordt steeds moeilijker om dat in balans te krijgen. Dus Tennet, en niet alleen Tennet, ook Elia in België zijn op zoek waar ze decentraal zoveel mogelijk energie tijdelijk kunnen opslaan. En die elektrische boilers, 2,5 kilowatt, dat je gewoon net als een gloeilamp zo aan kan zetten, is best wel een interessante asset. Er staan er echt honderdduizenden in Nederland, waar je gewoon heel veel energie in kan opslaan. Dus wij hebben dat printje dat ik toen straks liet zien, ook in onze boilers gestopt. In België doen we samen met Elia hier nu een pilot mee en in Nederland hebben we er een aantal staan waar we met Tennet pilot doen. Om een product waarvan we eigenlijk een beetje dachten, end of life wel een beetje, weer een hele nieuwe functie te gaan geven. Om te helpen zeg maar, om tijdelijk energie in op te slaan op het moment dat je teveel hebt. Een andere, dit is een dakventilator voor appartementgebouwen, voor flats. Dus dan heb je een grote unit op een dak en een schacht naar alle appartementen. Nou, wat hier altijd de uitdaging is dingen in bedrijf stellen. Dus er staat er iemand op het dak bij de unit en dan gaan monteurs door de appartementen heen, meten overal en dan wordt dat ding zo afgesteld. Ja, ook daar geldt, hebben we bedacht, we stoppen dat printje erin.
En die meneer op het dak is helemaal niet meer nodig. Je kan met de app door het pand of door de verschillende appartementen lopen. En de unit met een man minder instellen. En daarna, de partij die het onderhoud doet, die heeft mooi op afstand toegang tot het systeem. Om het onderhoud efficiënter te organiseren. Dus dit zijn een aantal cases waar wij het LTEM-netwerk bij gebruiken in onze core business. Zijn er nog vragen over? Hij vraagt even dat verhaal van die boilers. Hoe gaat dat en wie bepaalt dat moment? Je hebt het hoogspanningsnet, dat heeft een bepaalde frequentie en Tennet moet die frequentie vasthouden. En als er te veel vraag is, dan daalt het. Als er te veel aanbod is, dan stijgt het. Dat tussen Tennet en ons zit een aggregator. Wij doen zaken met Restore. Die aggregator heeft een pool met assets. Dus zowel accu's die kunnen leveren, maar ook bijvoorbeeld onze boilers die juist kunnen afnemen op het moment dat er te veel windenergie of te veel zonne-energie is. Zij tellen dat als ware op, zeg maar. Hè. Dus bij Tennet zien ze dat er bijvoorbeeld een overschot is. En Restore die heeft toegang tot die boilers en die geeft een signaal van hey, je moet nu aan. En uiteraard kan dat alleen maar als de bewoner de privacyvoorwaarden heeft geaccepteerd, et cetera, et cetera. En het businessmodel is dat wij daar van Restore geld voor krijgen en een gedeelte van dat geld weer teruggeven aan de gebruiker. En met boilers kan je dat heel snel doen. Dat noemen ze dan de R1-onbalans. Een warmtepomp staat er langzaam voor, maar je hebt ook nog R2 en R3. R2, dat is na 15 minuten. Dan moet je binnen 15 minuten opkomen. Dus dit wilden we ook met warmtepompen gaan doen. Dank jullie wel.